Zijn we live? We zijn weer terug, sorry. We waren nog heel even bezig met een paar technische dingetjes die we moesten doen. Van alle markten thuis. Welkom terug bij Omroep Pim en bij het derde uur van deze live-uitzending. En dit derde uur staat in het teken van het Meezing Festival. Want ik weet niet of u het achterhoort, maar wij horen het zeker. Er wordt hier volop gezongen in Monnikendam. Het zijn allemaal inhakers en meezingers. Ik ga eerst even voorstellen, naast mij zit Friso de Zeeuw en u bent ceremonieel voorzitter van het Meezing Koor Waterland. Een mond vol. Ja, maar dat wel correct. Maar wel correct, hè? Ja, en straks schrijft toch een dirigent aan, dat is Danielle Vos. Zij staat nu op dit moment nog haar koor te dirigeren en dat is het koor Efkes Anders uit Enkhuizen. Dus zij... Je komt straks hier met zweet op het hoofd, want het is flink warm en we moeten hier een paar trappen op, maar het zal al uitgeheigd is. Ja, dat is ook zo. Wij gaan het dit uur hebben over hoe leuk het is om mee te zingen, wat het Meezing Festival is, wat de juiste smartlap is. En wij gaan eerst even kijken naar een compilatie van een aantal koren die voorgaande jaren hier op de Dam hebben gestaan. Jullie hebben het natuurlijk al een beetje gezien, maar dat geeft een beetje beeld. Mag u straks op reageren? Oké, prima. Ja. Deze beelden. Ja, dat is een aardige variatie van de verschillende soorten koren en hun muziek, die ook uiteenloopt. Dit was in het algemeen het meezwaaien, het vlottere repertoire. Ja. Er zijn ook smartlappen worden gebracht. Zeemansliedjes kon je horen. Het Jordaan repertoire van Johnny Jordaan en Tante Leen. Ja. En het is dus binnen dat hele gebied van de Nederlandstalige muziek nog een vrij breed spectrum wat zo naar voren wordt gebracht. Ja. Wat is uw favoriete meezingnummer? Dat is het liedje Diep in mijn hart. Ja. Dat dateert uit 1942, uit de Tweede Oorlog. Diep in mijn hart, kan ik niet boos zijn op jou, et cetera. Ah. Ja. En van wie is het? Dat is geschreven door een Rotterdamse accordeonist. En dat is dus al in de oorlog gebracht, dat liedje. Ja. En is nu weer aan een opmars bezig. Maar zowel de tekst als de melodie, die zijn prachtig. Prachtig, werkelijk waar. Dus iedere keer wanneer wij dat spelen... Dan zit hij met tranen in. Ja, nou, kippenvel. Een liefdeslied echt ook. Ja, maar er zitten mooie strofes in. Het is van Jaap Valkhoff, die accordeonist uit Katendrecht. En want wat ook een ander van je zegt, dat jij bent heus niet slecht.
En een misstap in het leven, ja, dat maakt iedereen wel. Allemaal dit soort waarheden als een koe, maar heel melodieus gebracht. Ja, ik ga hem luisteren. Ja, en dat is het algemeen, dat is een beetje een deel van dat repertoire. Ik maakte net al een beetje indeling. Ja. En dat zijn liedjes uit de jaren 40 en 50. Dat is in het algemeen. Toen hadden mensen natuurlijk ook veel meegemaakt. En dus ik kan me voorstellen ja. dat uit die tijd ook veel die behoefte was. Toen was eigenlijk had je geen poprepertoire. Nee. Dit was gewoon het Nederlandse repertoire. Dus onze beschermheer, de beschermheer van ons koor, Eddie Christiani, die nu 95 jaar is, die had de populariteit van Marco Bossato nu. Justin Bieber ook. Of... Ja, nee, dat we. En dat was, zij waren in de populariteitspols van het toenmalige blad Tuny Tunes. Jaar in, jaar uit het meest populair. En dat is anders geworden in, nou, rond 1960 met de komst van Bill Haley, Rock Around the Clock. Ja. Ja. En toen ontstond een hele nieuwe jongere cultuur en die drukte die traditionele, gezellige Nederlandse liedjes eruit. Als je ook buiten kijkt, zie je toch ook veel, je ziet weinig jongeren. Ja. Blijft dat zo, denkt u, of komt het nog weer terug? Ik denk dat dit een beetje hooggrijze doffergehalte zal houden. Ik denk wel dat mensen die nu wat jonger zijn, maar ook die worden ouder, dat die dan ook wel weer aardigheid krijgen in deze muziek. Zo is het mij ook vergaan. Ja. Als tiener, werd je een beetje... Ik vond die muziek toen al leuk, toen maar je werd toch... Het was de tijd van de Beatles en de Stones. En als ik dan met die Nederlandse liedjes aankwam, nou ja, ik stond helemaal alleen. Dus toen ben ik me ook maar overgegaan op dit repertoire. Het is ook een beetje de groep waar je in verkeert en de culturele omgeving, zal ik maar zeggen.